1, 2, 3, 1, 2, 3. Hallo, hallo, hallo. Test, 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 test. Heb ik nog goed beeld staan? Oké, okay, test 1, test 2, test 1, test 2. Oké. Okay. Okay. Nou, pauze dan even kijken of het geluid goed is. Dan even scherp stellen. Hallo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Staat hij aan? Oké, dan draai ik even een testintro en dan kijk of die goed is. Hallo allemaal, welkom bij het mooiste stadje van Gelderland. Welkom vanuit... Nee, het is niet Borculo, het is vandaag Rekken. Superleuk als je kijkt. Hallo! Het is hier echt een beetje benauwd trouwens. En het is geen tv-werk BTW hoor. Voor je dat jullie denken van, god, met die gaat op tv maken. Nee. Ja? Hallo allemaal, superleuk. Goddomme, prutser. Welkom vanuit... Ja, Borculo, ik sta hier alleen, alles leuk te improviseren. Doet geen hond mee. Peace. Hallo allemaal, superleuk als je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Ja, het is vandaag weer een nieuwe dag en ik begin de vlogkeer weer 's avonds. En waarom? Omdat we uiteindelijk over precies een uurtje ongeveer, dan gaan we naar Ruurlen toe met Job. Er is namelijk iets met zomerdagen en dan zal iets van een orkest zijn ofzo, of een koor. Dus ja, dan gaan we gewoon even kijken en dan... Kijken of we wat beeldmateriaal kunnen scoren natuurlijk. En ik toch begin over de zomerdagen, dames en heren. Jawel, ik heb hem al binnengekregen. Kijk eens aan. Het krantje voor de zomerfeesten. Jawel, dat is natuurlijk op zich al lang geweest. Alleen, ja, de vlogs lopen natuurlijk altijd een weekje achter. Hè? Zoals jullie weten, neem ik mijn vlogs altijd een week van tevoren op. En dan heb ik altijd gewoon een vlog online staan. Dus het is prachtig weer buiten. Heerlijk. We gaan even lekker zo met Job lekker naar Ruurlen toe. Maar eerst ga ik even eten, want ik heb best wel honger. Maar eerst, dames en heren, is het tijd voor een heerlijke lasagne. Oh, lekker man. Genieten. Hoppatee. Lekker, dames en heren. Een heerlijke lasagne. Lekker. Zo, dames en heren. Ik heb ondertussen mijn jasje weer even aangedaan. En het wordt nu tijd om te gaan. En het ruimt ook nog eens een keer. Kijk of je op de klaar voor is. Let's go. Nou, zo fietsen eens in de zoveel tijd weer een keertje naar Ruurlo. De laatste keer dat we daar naartoe gingen was met Annie. Ik wil al bijna weer zeggen Cactus Annie, maar zo is het natuurlijk niet meer. Ja, en het is best warm, kan ik je zeggen. Prutser is het trouwens ook hoor. Hoi. Hi. Nou, gaan we eens even zien. Ik weet dus echt niet wat het is waar we nu naartoe gaan, maar we gaan het al zien. En als het komt, het is voor jullie. We zullen zien. Het zijn we in ieder geval lekker uit. Nou, we zijn aangekomen hoor, in Ruurlo. En we zijn volgens mij een beetje te vroeg, want het is, de feesttent staat daarachter, daar zo. En ja, het is nog niet begonnen. We zijn nog keurig op tijd. Wachten niet zo lang. Wachten niet zo lang. Wat? Ja. Nou ja, ik kan ook zeggen dat iemand gewoon water gespuugd heeft. Ja, ik wou net even tegen jullie zeggen dat ik weet dus niet wat we moeten gaan verwachten of wat het is. Maar gewoon Job over, ja, daar heeft iemand die gepist, maar dat kan ook gewoon water zijn natuurlijk. Hoe dan ook. Wat het is, ik heb dus geen idee, het is iets van een korenavond of wat dan ook. En dan, ja, of ze bekende liedjes gaan spelen of wat het ook is, ik heb geen idee. Dat moeten we allemaal zien. Maar goed, nogmaals, we zijn even een avondje uit en dan gaat het om. Nou ja, avondje uit, even een avondje weer weg. Zoeken zien. Oké, okay, eventjes een kleine correctie. Ik heb de hele tijd over een koren, dat het een korenavond is, maar dat was dus... We zullen zien hier zo op een andere dag. Het is dus dat vandaag een coverband komt. En dat is nog alleen maar leuker, want dan heb je een beetje bekende liedjes. Dus, excuus. Er komt geen korenavond, maar een coverband. Nou, dat is helemaal leuker. Als het uitzicht zo blijft, dames en heren, dan hebben we wel echt een mooi uitzicht hier zo, over het podium. Ik ben er bang voor, want ik denk als iedereen een beetje gezopen heeft straks, dan gaat iedereen naar voren toe. Maar als je zo het uitzicht blijft hebben, dan zal het echt ideaal zijn. Maar ik ben er bang voor. Nou jongens, ik weet niet of jullie is opgevallen, maar sinds dit nummer weer echt een trending topic is geworden, hoor je dit nummer overal. Zelfs waar ik hoor hem overal. De Engelbewaarder. Shout-out naar Cookie, die vindt dit nummer helemaal geweldig. Maar dat heb ik dan weer met Shelton Brow. Ik bedoel, hè? Met Chantal Jansen. Oké, dit is al de derde keer op de avond. Dat is nog een keer, joppie! Dat is de derde keer al, ja, deze avond. Jeetje. Voor weer dit nummer, hè? Thank you.
zeg maar leuk. Dat nou moet ik zeg maar mijn fiets terugvinden. Dat was altijd even, dit is echt een dingetje. Als je, oh god, nou komt het. Hey jongens, hoe is het met jullie? Ja, ze kunnen niet terugpraten hoor, maar dat zie je later toch nee, in de video. Dat snap ik. En waar, kijken, waar moeten we naar kijken? Nou, je moet meestal aan de lens kijken als je iets wil zeggen. Daar staan. Zover was, ik sta daar. Nee, dat is daar. Komt hij op YouTube? Als je op YouTube wil, komt hij op YouTube, ja? Ah, dat maakt mij niks uit. Maar jammer, weet ik ook niet. Weet je het kanaal dan? Nee, dat weet ik graag. Matty, vlog. Mitty heet hij. Mitty. Mitty of Matty? Nee, Mitty. M-I-T-T-I-E. Vlogs. Nee, gewoon zonder vlogs. Gewoon Mitty. Mitty. Ja, op YouTube. I am drunk. Hier komt die begin. Dit moet ik gaan piepen, maar oké. Okay. Piep! fucking drunk, man. You are drunk? Yeah, tell me the time. What's the time? What the fuck? I'm not fucking drunk. Man. Oh my god. I'm not fucking drunk. Shout out naar Matty. Hey, zo naar Rulo. Ja, Mitty. Dit is de Mitty. Mitty, Mitty, Matty, hoe lekker. Hey, dat is Rijos. Joch. Oké, wat maken we nou weer mee? Het is echt super gezellig, alleen weet je, er is er een tijd van kom en ga. Wat is dit een vibe, hé? Holy shit! Dit is echt serieus een vibe. Lekker man. Nou, nu zorgen dat we naar huis komen. Ik ben expres een beetje eerder weggegaan, want je weet het maar nooit. Jeetje. Ja, en ik zweer het jullie, dames en heren, ik heb met dit soort feesten altijd zo ontzettend last om gewoon weg te gaan. Ik weet niet, ik vind het gewoon echt een bepaalde vibe, we hebben gewoon die gezelligheid. En ik zou zeggen, zie deze vlog als een voorschotje. Want vanaf nu worden de vlogs alleen maar leuker en leuker. De zomerfeesten komen er allemaal natuurlijk weer aan. Septemberfeesten, dus wordt echt heftig, jongen, kan ik jullie zeggen. Lekker hoor. Echt heerlijk. Ik heb nooit geloofd in jou. Jeetje, al die feestjes, dames en heren. Ik krijg nou alleen nog maar meer zin in de stemmenfeestje binnenkort. Oeh, lachen we aan. Ik weet, je kijkt nu op me neer. En als het mij straks beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. We zien geen handen voor ogen, maar dat... Zo, dames en heren, ik ben inmiddels weer thuis. En wat een feest was dit. Echt super vet, ja. Ik blijf het zeggen, het was echt een geweldig feest. Hoop ik heb jullie ook wel weer een beetje van genoten. Vergeet niet op blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te op mijn kanaal. Hier ben je niet gedaan. Check je bij de volgende vlog om 5 uur gewoon weer op mijn kanaal, Mitty. En dan zeg ik, zoals altijd, en ook vandaag, blijf positief en peace!